Hallo iedereen van een gamekanaal, Disney hier en welkom bij Let's Play van Dark Souls. Je hebt misschien zoiets van, hey, deze game ken ik misschien ergens van. En dat zou best wel eens kunnen kloppen, want Gijs heeft hem namelijk een keer op de Start Games gespeeld. Maar laten we zeggen dat hij er niet echt ver mee gekomen is. En ik had zoiets van, hey, misschien hebben jullie wel zin om meer ervan te zien. Dus laten we gewoon even snel met een nieuwe game beginnen. Ik had al eerder geprobeerd op te nemen, maar toen faalde ik nogal. Dus laten we even een nieuwe character maken, genaamd Shock. Ook al schrijf je dat helemaal niet zo, maar dat is besides the point, weet je. Weet je, namen boeien me meestal niet zoveel in games. Weet je, je gaat ze toch nooit meer terugzien. Ik doe gewoon heel even snel even wat random character dingen. Voor de rest, er zijn wel een paar belangrijke dingen. Oh, ik doe gewoon kale kop. Kale koppen niet te stoppen. Ik kies wel voor een pyromancer en een master key. En dat zijn eigenlijk de twee dingen die echt uitmaken naast visuele dingen, zeg maar. Skip ook gewoon het filmpje, want ik heb zoiets van, weet je, dit is een gastrol. Dan ga je niet 5 minuten lang een filmpje kijken, want dat heeft gewoon helemaal geen zin. Dan gebeurt er namelijk geen ene ruk in je eerste aflevering. En dat is nou niet echt iets wat je wil van een gastrol, neem ik aan. Toch? Maar in ieder geval, ik heb dus pyromancer gekozen, omdat ik dus super awesome vuurkracht wil. En ik heb voor de master key gekozen, omdat die ervoor zal zorgen dat ik gewoon wat makkelijkere dingen in deze run kan doen. De master key heeft namelijk de kracht om zeg maar bepaalde deuren te openen. Die je normaal niet kan openen. Dan moet je eerst zeg maar helemaal omlopen of zo. En dan weet je, moet je heel veel moeilijk doen en zo. En met de master key kun je gewoon echt heel makkelijk gewoon langs bepaalde obstakels komen. En dat maakt sommige dingen weer iets makkelijker. Hè? Dan laten we even deze golems in elkaar hakken. Zoals je nu ziet, we hebben nog niet echt een super goed wapen, weet je. Maar ik heb wel een beetje uitgekimd hoe ik deze beeld wil maken. Of hoe ik deze character wil, zeg maar, gaan specialiseren. Het wordt namelijk een character dat gebruik gaat maken van een combinatie van vuur en katanas. En dat gaat best wel awesome worden, weet je. Oh ja, dit zijn heel belangrijke dingen. Dit zijn namelijk bonfires. En dit zijn, zeg maar, je enigste veilige haven in Dark Souls. Wat het zeg maar doet, is dat het zorgt ervoor dat je al je HP-potions weer terugkrijgt. En het zorgt ervoor dat jij al je magie weer terugkrijgt. Hè, hoor ik nog iets? Ik hoor ergens iets. Wat zou het toch kunnen zijn? Laat ik maar in deze niet opvallende kamer gaan. Oh mijn god, het is een gast. En we gaan gewoon hier door de deur in. En hebben zoiets van, fuck die gast, we gaan nog niet tegen hem vechten. Wat wil je doen? Ik bedoel, we hebben een half zwaard. Dan kun je echt niet tegen die gast vechten. Nee. We gaan eerst even voor zorgen dat we even wat nuttige spullen kunnen vinden. En die liggen hier gelijk om de hoek. Hoe toevallig toch weer. Maar in ieder geval, bij zo'n bonfire kun je dus je magie ook weer terugkrijgen. Oh wacht, die wil ik even hier. Kijk, dan heb je dit awesome schild. Dan heeft hij letterlijk zoiets van, ik ga pijlen schieten. En dan hebben wij zoiets van, ik heb pijlen. Of ik heb een schild en daar kun je helemaal niks meer tegen. Nou, en we vinden hier ook gelijk ons eerste wapen, namelijk de handaxe. Of handbel gewoon. En daarmee gaan we hem gewoon even kaken. Dus kom eens even hier, jongetje. Die gaan we jou eens even inmaken. Oh, gewoon ontweken. Ah, ik wil eigenlijk zo'n awesome sprong ding maken, maar dat is niet altijd even makkelijk te doen, weet je. Je wil altijd wel zo'n... Ja, dat is de enige wat een beetje moeilijk soms is. Voor de rest, het spel bestuurt best wel goed, weet je. Zolang ik maar niet... ik speel het nou namelijk zeg maar op de PC, maar het is namelijk niet aan te raden om dit met toetsenbord en muis te gaan spelen, weet je. Het is een beetje decent, maar het is ook niet geweldig, weet je. Je kunt het best gewoon met een controller spelen. Het komt ook van de consoles af, dus... Daarom is het gewoon het beste om met een controle te spelen. En, oh ja, we kunnen hier nog niet naar boven. We moeten namelijk later terugkomen. Nee, ik zit hier gewoon een beetje tijd te spullen. Simon, wat doe je? Die kant op lopen. In ieder geval, dan heb je zoiets van, hey, dit is een mooie trap. Laat ik hem omhoog lopen. En dan zo, oh ja, een leuke trap. En zo, en dan zo, oh my god. Een gigantische steen die naar beneden kan rollen. En die maakt hier dus de muur open. En vind je deze gast. Dus van, oh mijn god, hij is hier aan het doodgaan. Wat moeten we toch doen? In ieder geval, hij is dus de gast die onze potions geeft. Dus als hij even snel doodgaat. Dan kunnen we gewoon even looten. En dan kunnen we gewoon even heel scumbag als een loot pakken hier. Kijk, want hij geeft ons namelijk potions en een sleutel. En die sleutel hebben we gewoon nodig om verder te gaan. Kijk, wat je normaal doet is je moet hier eigenlijk gewoon uitlopen. En dan wil je vredig sterven. Maar we hebben gewoon zoiets van, weet je, dude, ga gewoon maar lekker dood. Anders duurt het weer zo lang, weet je. En dan pakken wij gewoon zijn shit. Ik bedoel, dat maakt anders toch ook weer niet zo heel veel uit, hè. In ieder geval, we gaan hier verder. We zijn al bijna bij die grote eindbas weer. In ieder geval, hier krijgen we nou onze vuurspeuken. Dat is best wel handig, weet je. Dan hebben we gewoon onze volledige set. Dus zo'n vuur is echt best wel overpowered in het spel. Of overpowered. Ik zou het niet per se overpowered noemen. Ik zou het gewoon heel sterk noemen. Je zult ook zo bij die eindbas zien dat ik die eindbas gewoon echt helemaal inmaak. Gewoon
Gewoon omdat ik... Oh shit, iemand gaat me aanvallen. Blijf even... Nee! Oeh, dat... dat was even close. Zoals je kunt zien, je moet altijd uitkijken in deze game. Omdat je zeg maar gewoon nergens veilig bent. Zelfs in je inventory ben je niet veilig, want het spel baseert gewoon niet in de inventory. Dus dat is eigenlijk best wel grappig eigenlijk. Zo kun je ook ja, niet zeg maar heel erg scumbag even op pauze drukken of whatever. Het is echt best wel hardcore deze game. En daarom hebben ook heel veel mensen ja, snel dat ze, hoe zou ik zeggen, dat ze heel erg, ja, zoiets hebben van, de game is niet leuk en zo. En daarom heb ik ook zoiets van, weet je, dan laat ik jullie gewoon het spel zien. Dan hoef je het niet zelf te spelen en heel erg gefrustreerd te worden en zo. Hier kunnen we nog niet heen, hier hebben we namelijk een andere sleutel voor. Wel jammer dat je de mask daarvoor niet kunt gebruiken, maar ja, weet je, boeien, we gaan er gewoon voor. In ieder geval, als we hier door deze mist heen gaan, oink. Kun je erbij zeggen van, oh mijn god, wat een lelijk, het is dat nou. Laten we voor dit doen. Lekker, gewoon half HP in één keer eraf. Hè. Kijk, dat is de reden dat je gewoon hierheen gaat. Want, je kunt uiteindelijk ook gewoon, we hadden daar zeg maar een andere gang kunnen nemen. En dan hadden we weer door die deur heen kunnen komen. Maar dan hadden we niet zo naar beneden kunnen vallen. En dan had je niet deze awesome aanval kunnen doen. Die gewoon zijn half HP eraf haalt. Kijk, als hij nou eens een keer aanvalt, weet je. Kijk, dan rollen we gewoon weg. Pakken we deze vuurbal. En die douwen we gewoon even in zijn reet. Gewoon van bam. Pak die vuurbal. Oh shit. Oh. Ja, het gaat nog goed. Deze is nog wel redelijk makkelijk te ontwijken. Ik vind het wel handig, omdat we weinig armor hebben, kan ik heel snel rollen. Dat vind ik wel handig. Daarom ga ik ook uiteindelijk, deze character gaat ook gewoon hele lichte spullen krijgen. Zodat je gewoon lekker snel kan rollen, weet je. Dat is gewoon een beetje chill, weet je. Nou, in ieder geval, van deze gast hebben we nou een humanity en een sleutel gekregen, als het goed is. Maar eerst gaan we nog even saven, weet je. Ook een hele berg zielen. Wat je dus rechts onderin kunt zien, dat is zeg maar gewoon onze geldeenheid. Elke keer als je een vijand doodt, krijg je zeg maar... zielen. En die zielen kun je weer gebruiken om awesome te zijn. Ik moet even kijken, want volgens mij hebben we... Misschien hebben we volgens mij al de sleutel om die ene deur open te maken, maar... Anders... Nee, dat is gewoon de deur om deze open te maken, de key om deze open te maken. En dan kunnen we uit het tutorialgebied, want dit was zeg maar gewoon het basic gebied, weet je. Hier leer je zeg maar een beetje hoe je de game in elkaar gaat zitten. En dat is eigenlijk... Dan maken ze het ook wel iets makkelijker, weet je. Nu komt echt het lastige gedeelte. Alhoewel, het is ook heel erg, wat echt centraal bij deze game staat, is gewoon hoe meer je weet over de game, hoe makkelijker eigenlijk wordt. Oh mijn god. Dit is op zich wel een grappig filmpje, het is niet al te lang. Maar zeg maar, dit is zeg maar een heel apart gebied. En deze vogel hier, of ja, deze kraai eigenlijk, die gaat ons dan meenemen naar het andere gebied. Zeg maar echt de grote wereld. Uiteindelijk kunnen we er ook voor zorgen dat we met die vogel weer terug naar dit gebied gaan. En dan kunnen we als het goed is wel die deur openmaken. En ik geloof dat je dan ook uiteindelijk die gast nog een keer kunt vechten. Die we net geoond hebben. Of in ieder geval zijn broer of zo, weet ik veel. Het is in ieder geval een andere lelijke die er een beetje op lijkt. Dus. Lodren. Nou, dat is dus het gebied. Als je nou eventjes opschiet. Kijk, dit is het gebied waar we nou zijn. Serieus, dit spel is echt heel erg mooi gewoon. Het is wel grim, maar het is wel zijn schoonheid, zeg maar. Het is gewoon heel cool gedaan, zeg maar. Hey, ik heb een achievement gekregen. Vreemd. In ieder geval, we zijn nou zeg maar echt in het gebied, het hoofdgebied. Dit vond ik eigenlijk wel een goed einde om te stoppen. Dus dan bedank je voor het kijken. Geef even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat even een reactie achter als je meer wil. En nogmaals bedank je dan voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer.